Dit is het uur van mooie mensen. Vraag maar aan mooie mensen. Dus leef je in, want mooie mensen, daar verrijk je je wereld mee. Met mooie mensen. Dit is het programma Mooie Mensen van zaterdag 18 december 2021. Het programma Mooie Mensen is in het leven geroepen omdat ik het heel belangrijk vind dat je vragen stelt aan elkaar. Want ja, ik zie wel eens mensen lopen op straat en denk, aparte broek of goh, wat doet dat mens gek. Maar als je erheen loopt en vraagt waarom die zo'n aparte broek aan heeft of waarom ze zo gek doen op straat, dan weet je ook een beetje het verhaal achter het verhaal. Ik ben Dillis Derksen en ik vind het ook heel erg belangrijk om mijn gasten die ik hier uitnodig ook gewoon te kunnen bevragen over hoe zij denken over de toestand van nu. En ik noem het een toestand omdat ik het totaal niet mee eens ben hoe deze coronacrisis door de regering wordt behandeld. En ik vind het dus heel belangrijk om daar ook over te kunnen praten. En nou ja, sinds september zit ik niet meer bij RTV IJzermond, omdat wij daar niet meer openlijk over konden praten. Heel erg belangrijk, vrijheid van meningsuiting. Ik struikel even over mijn woorden. Maar ja, heel belangrijk. En wat het goede nieuws van vandaag is, daar moest ik nog even aan denken en dat vind ik ook belangrijk om te vertellen, is dat op 14 maart een demonstratie is geweest op het Malieveld in Den Haag. En daar was ik ook bij. En daar heb ik zulke verschrikkelijke dingen gezien. En achteraf was er zo'n filmpje van een man die helemaal in elkaar geslagen werd door drie agenten, notabene. En toen die al weerloos op de grond lag, werd er nog een hond in zijn been gezet. En nu worden die twee agenten, die twee ME'ers daarvan, ik dacht waarom niet drie, maar goed, die twee moeten we toch maar een beetje blij mee zijn dan, worden vervolgd in ieder geval. En er wordt onderzocht wat er allemaal aan de hand is geweest en zo. En dat vandaag zeiden ze op het nieuws dat dat kwam door alle aangiftes die zijn geweest tegen de ME en tegen de tegen de Den Haag en over die demonstratie. Dus daar ben ik wel trots op, want er zijn gewoon heel veel mensen die dus aangifte hebben gedaan. En dat blijkt maar weer dat je dat dus gewoon wel moet doen als je je ergens zorgen over maakt en iets absoluut niet goed is gegaan. Dus allemaal aangifte doen en nou ja, dat allemaal gezegd hebben. Dit is het programma Mooie Mensen dus. En ik heb vandaag een bijzondere gast, dat is altijd zo bij Mooie Mensen. En dat is Indira van Tongerlo. Goedemiddag. Hoi. Hoi. Ja, hele introductie zo. Hey, het was heel grappig, hè, want ik heb ooit Frank Rusink geïnterviewd. Mm-hmm. En Frank die zei tegen mij van, nou, interview Bart van Tongerlo is, want hij heeft het boek Liefdevol Rebelleren geschreven. Klopt. En nou moest ik eerlijk zeggen dat ik heb verder daar niet onderzoek naar gedaan of zo, maar heeft Bart dat boek geschreven en ging dat dan onder andere over Frank of niet? Ja, ja, hij heeft dat boek geschreven, dus hij is eigenlijk een tijdje met Frank meegelopen. Ja? Frank heeft ook een stukje geschreven, maar met name het voorwoord. En hij heeft ook nog een aantal andere mensen geïnterviewd, maar wel samen met Frank. Dus Bob de Wit en Tisha Bojay en Nikos. En nu vergeet ik iemand, er zitten vier personen in. En Loes die is ook geïnterviewd, de vrouw van Frank. En met name om, zeker in deze tijd, iedereen gaat er natuurlijk op een andere manier mee om. Mm-hmm. Iedereen heeft ook een andere plek. Ja. En iedereen heeft ook een ander medicijn of een gave of hoe je het wil noemen, ja, om iets te kunnen brengen. En hij wilde eigenlijk in dat boek, dat wilde Frank en Bart samen, die verschillende kleuren laten zien. Dus Tisha Bojay is natuurlijk ster in humor. Bob de Wit is een academicus en die brengt weer een hele andere kleur erin. Maar wel allemaal vanuit eigenlijk hetzelfde vuur. En dat is ook wat Liefdevol Rebelleren over gaat. Dus wel in liefde blijven, maar ook zeggen van ja, jongens, maar dit is gewoon niet oké. Nee. En ik heb zelf, wij hebben samen een uitgeverij, Bart en ik. Dus ja, ik maak ook altijd alle processen van de boeken mee. Dat is superleuk. Maar bij deze was het ook nog best wel intens. Want die hele combinatie tussen liefde en rebellie. Ik vond dat zelf best wel een zoektocht in mezelf. Omdat, ja, liefde, dat kan ik helemaal voelen. Maar rebellie en echt de rebel in mezelf ook eren. En ook zeggen van, oké, jongens, maar dit is gewoon echt niet oké. Dus het vuur aanwakkeren. Mm-hmm. Ik vond het nog best wel uitdagend om die combinatie in mezelf. Nou ja, als je dat filmpje met de politieagenten, daar zie je echt gewoon vol mijn vuur.
Maar ja, ik wil ook jouw gewoon... filmpje van de politie. Ja, bedoel ik. Ja, daar komen we zo dan even terug. Goed? Ja, sorry, even een ander schakeltje. Maar even terug naar het boek. Die combinatie van krachten eigenlijk tussen liefde en de rebellie. Het is een tegenstelling eigenlijk. Ja, ja dat alleen ook weer niet. Want als je begint bij de liefde en je voelt van dit klopt niet... Ja, een rebel kan niet anders dan het aankaarten. Ja, dus wat jij net deelt over dat dus zin heeft om aan te klagen. En dat mensen dus wel degelijk ter verantwoording worden geroepen. Geheel terecht. Is het ridicule dat het niet eerder gebeurt. Ja. En dat het nodig is om aan te klagen. Volgens mij hebben politieagenten een eed afgelegd. Dat even terzijde. Maar om die krachten met elkaar... Dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Want dan doe je het vanuit goede intentie, maar wel met een heldere grens. Ja, en heel gepassioneerd, hè? Dan. Ja. Maar dus... ik wou dus vertellen dat ik van hem het nummer had gekregen, van Frank natuurlijk, van Bart. Ja. Dus ik belde Bart en dat is misschien nog wel even leuk om te vertellen. Want... En dan kreeg ik opeens Indira aan de telefoon. Dus ik dacht, hoe kan dit? Want ik dacht dat ik Bart aan de telefoon kreeg. En misschien, weet ik veel, nemen jullie elkaars telefoon op. Dat kan natuurlijk ook nog, hè? Ja. Maar goed, zodoende zit jij hier nu en niet Bart, hè? Want nee, dat klopt. Ja, dat is wel grappig. Ja, vond ik ook. Ja, en ik dacht wel een beetje van, oh, want ik was gewoon super enthousiast aan de telefoon. En ik zei tegen Bart, ik zei, ja, ik weet niet of ik nou helemaal jouw plek heb ingenomen. Ja. Maar hij vond het helemaal oké. Okay. Ja, wij werken ook gewoon samen, dus... Ja, precies. Maar... Wat het programma Mooie Mensen ook is gewoon dat ieder mens... is een mooi mens. Mm-hmm. En iedereen, en want dat noemde jij net ook even, iedereen die heeft op een eigen manier, staat hij in zijn leven. En of van ieder mens kunnen we leren. Hè? Ja. Dus ik dacht, ja, wat maakt het dan uit? Of ja, dan komt of Bart of... En volgende week komt weer iemand anders en zo. Maar goed, niets minder bijzonder voor iedereen die steeds belangeloos hier wil komen. Dus dat is hartstikke leuk. Dankjewel dat je er bent. Ja. Oké, lange introductie. Er is één meneer en die kijkt steeds naar mooie mensen. En die zegt dan steeds van, nou, het komt wel laat op gang. Ik denk dan, oké, dat is ook waar. Maar je moet ook even aan elkaar wennen of zo. Ja. En ik vind het ook belangrijk dat jij je op je gemak voelt. Mm-hmm. Dus, hey, kun jij, als ik vraag aan jou, wie is Indira van Tongelo? Wat zeg jij dan? Als eerste. Wie is Indira van Tongelo? Ja, ik ben nog geneigd om dan studie te gaan noemen, wat ik doe en werk en zo. Nou, beginnen we mee. Maar dat maakt het niet uit. Als ik echt gewoon voel wie ik werkelijk ben, dan is dat komt toch als eerste moeder naar voren. Ja. Dat is het belangrijkste. Ja, blijkbaar. Als jij het zo vraagt. Ik heb twee zonen van twee verschillende vaders. Mm-hmm. Een zoontje van 3, Eland, en een zoon van 11, Lars. En Bart en ik hebben dus samen 1 zoon van 3. En de afgelopen tijd, ik ben heel lang ambtenaar geweest. Ik heb in sociaal domein gewerkt. Ik heb bestuurskunde gestudeerd. Okay. En toen ik de speech van Isa Kriens hoorde bij Vrouw voor Vrijheid in september vorig jaar. Toen stond ik letterlijk huilend achter haar. En toen wist ik, oké, ik kan dit systeem gewoon niet meer dienen. Het lukt niet. Ik wil gewoon vanuit alles wie ik ben... En hoe noem je dat, van betekenis zijn. En dat heb ik altijd kunnen doen binnen sociaal domein. Maar ik dacht, ja, maar als er zulke gekke wetten en maatregelen komen... en ik ben min of meer daar, nou ja, onderdeel vanuit het systeem... ja, dat gaat me gewoon niet meer lukken. Wat zei zij precies waardoor jij zo... doe ik het zelf. Wat zei zij precies waardoor jij zo geraakt werd? Nou, ze had een hele mooie speech. Er zat onder andere een stuk in over als je op een paard zit en als je een hengst bent, zeg maar. Ja? Wil je echt los bewegen of word je in de teugels gehouden, zullen we maar zeggen. Ik weet niet meer de hele precieze woorden, maar wat ze heel erg raakte, het was het stuk van mij om zij heeft rechten gestudeerd en zij heeft dat ook gedaan vanuit een soort rechtvaardigheidsgevoel. Ik heb bestuurskunde gestudeerd, eigenlijk om echt werkelijk vanuit mijn hart voor betekenis te kunnen zijn. Ja. En ik weet niet meer haar exacte woorden, maar ze raakte me echt recht in mijn hart. En ik voelde gewoon, ja, maar ik wil gewoon altijd open en eerlijk kunnen zijn en helemaal zijn wie ik werkelijk ben. En ik voel me gewoon dat op die plek niet meer kunnen zijn. Maar was je dat ook nooit dan? Nooit, hè, maar... Nou, ik heb me wel veel aangepast in mijn leven. Dus het zat al wel een beetje aan dat ik dacht, oh ja, wie ben ik nou werkelijk? En pas ik me niet te veel aan de gemeentelijke organisatie? Want dat kan ook bijna niet anders. En ik ben wel altijd mezelf geweest, maar wel een beetje in een politiek jasje, zomaar zeggen. Ja. Omdat je toch een beetje... Dat vond ik ook altijd leuk. Want het is niet alleen maar dat dat niet leuk is. Het past ook wel bij me. Maar ik was wel een beetje een soort brug tussen de politiek en de...
en de mensen die de uitvoering deden, zeg maar. Ja. Dat vond ik heel erg leuk. Dus ik zei van, nou, doe jij maar gewoon wat supergoed is voor de inwoner. Ja. Leg ik het wel uit aan de wethouder. Dat is ook mijn kracht. Ik kan makkelijk tussen al die partijen schakelen en het uitleggen en verantwoorden. Ja. Daar ging ik helemaal op aan. Maar op een gegeven moment was die functie komen te vallen. En toen kwam ik meer op beleid terecht. En daar ik kwam daar gewoon niet goed uit de verf. Want dan kom je wel echt in de krochten van de gemeente, noem ik het maar even terecht. Ja? Ja. Vertel eens dan, wat kwam je dan tegen waarvan je dacht van, oh nee, dat gaat... Nou, collegeprogramma's van 4 jaar, subsidiereglementen, evaluatiegesprekken. Terwijl ik dacht, ja, maar we weten toch dat dit goed is. Waarom moeten we daar... Nog 6-7 maanden over vergaderen en ik vergroot het een beetje uit. Hè? Ja, maar, even een beetje overdreven. Ik raakte mijn resultaatgerichte kant raakte een beetje in de knel. En ik had zoiets van, maar wat heeft in godsnaam de inwoner hier aan dat wij hier nu zo lang over aan het praten zijn? Ja. Dus ik ging dan allemaal vragen stellen en of juist niet, klapte ook wel eens helemaal naar binnen. Nou ja, in ieder geval kwam ik niet helemaal uit bij wie ik werkelijk ben. Nee. En ja, dat is gewoon niet de bedoeling. En wie ben jij dan? Wie ik ben? Kleurrijk, komt wel naar voren. Ik heb een Indonesische vader en een Nederlandse moeder. Oké, ik dacht dat nog niet eens bij kleurrijk, maar ik dacht dus, alleen al aan je sjaaltje of zo. Ja, ik hou ook heel veel van mooie kleuren. Ja. Ik vind mezelf wel echt een genuanceerd, liefdevol wezen, wil ik bijna zeggen. Maar, wat is dat? Wat is dat? Nou, ik probeer altijd wel alles van allerlei kanten te bekijken. En toch in rust te blijven. Dus niet meteen van, oh ja, dat is fout of dat is goed. Of dat is dus meer de dans tussen de... Mm-hmm. En dat vind ik het allermooiste eigenlijk van het leven. Als het lukt om elkaar gewoon echt te zien. En gewoon, nou ja, wat jij net een beetje in de introductie noemde. Ja, dat vind ik geweldig. Als je de vragen blijft stellen. Ja. En als je ook gewoon niet meteen denkt, wat heb jij een rare broek aan. Maar gewoon, goh... Hoe kom je erbij om deze broek aan te doen? Precies. Of wat is je intentie? Of, vaak zit er een heel mooi verhaal achter. Ja, daarom. Dus dat is wel leuk, ja. Hey, oké, en hoe oud ben jij? Ik ben 44. 44. Ja. En dan heb je dus nu met Bart samen een jongetje van 3. Ja. En je hebt nog een zoontje van 11. Ja. En die vader, die zie je die nog? Of, ja, we hebben co-ouderschap. Ja, dus, en dus gaat dan wel heel goed, zeg maar. Ja, het gaat goed, maar het is soms ook wel uitdagend. Zeker in deze tijd. Ja? Vertel eens. Nou, wij zitten op zich best wel aardig op één lijn, dus dat is het goede nieuws. Maar ik merk ook dat toen ik bijvoorbeeld die zebrapadactie deed, dat kwam volledig uit mijn ingeving om dat te doen, omdat ik gewoon echt zag dat er een grens bereikt werd. Alleen toen kreeg ik daar later wel wat feedback op, zo maar zeggen. Van hem? Van hem niet zozeer, maar wel van hij heeft ook een nieuwe vrouw en zij hebben nog een zoontje samen. En zij gaf mij wat, wel gewoon in verbinding. Maar ze zei, ja, je bent nu erg aan de buitenkant bezig. Maar terwijl er is ook nog een hele grote binnenkant. En daar zie ik je wat minder. En dat is ook gewoon een punt. Want wij wonen iets verder weg van de school. Ja. En toen ben ik me wel wat meer gaan realiseren dat veiligheid niet alleen gaat over wat je naar buiten toe roept en communiceert. En van, nou, ik ben het er niet mee eens en dit. Maar dat het ook echt betekent dat je het aan de binnenkant goed met elkaar hebt. En dat je het over dingen blijft hebben, ook al sta je er radicaal anders in. Ja, precies. En zij bedoelde dan, want het ging over... Vertel even die actie. Ja, want dan, ga ik even doen. Dan is het makkelijker om over te praten. Nou, ik had... ik denk dat het vorig jaar in februari was. Dat de scholen weer open zouden gaan. En toen had ik... Even, dat? Ik denk, want vorig jaar februari begon het, hè, met corona. Dat was 2020. Ja. Dus ik denk dat het dan... Ja, na de eerste lockdown dat ze weer open gingen, toen hadden ze bepaalde maatregelen. Ja. Kan dat? Ik ben de tijd totaal kwijt. Ja, ik ben het ook een beetje kwijt, want het gaat zo hard. En misschien, ja, goed. Ik heb het idee, was het niet dit jaar? In het begin van het jaar? Ja. Sorry. Ja, maakt niet uit. Nee, maar het gaat ook gewoon zo snel. Of tenminste, er zijn zoveel dingen gebeurd. Dan weet je bijna niet meer. Ja, het was dit jaar. Oh, wat suf. Ja, want het jaar daarvoor was de eerste lockdown. Ja. Dus dit jaar, ja. Wat gebeurde er precies? Nou, ik merkte dat het voor mij niet helemaal klopte onder welke voorwaarden de scholen weer open gingen. En ik merkte dat dat voor een aantal andere moeders ook niet klopte. En we raakten met elkaar in contact. En toen gingen we een beetje van, ja, we willen eigenlijk iets ludieks doen en iets wat niet zo heel erg... En toen zei ik van, nou, ik heb eerlijk gezegd al heel lang in mijn hoofd dat je op een zebrapad kunt gaan staan. Want ja, je mag dat gewoon doen. Het staat symbolisch voor het zwart-wit. Je loopt niemand in de weg en je zegt wel even een grens. Ja. Dus ik riep dat gewoon en de dag daarna belden ze me op. Zeiden ze, oh, wat een goed idee, we gaan er helemaal op aan. En ik dacht, oh, oké, okay. Ja, nou ja, laten we het maar gewoon doen, laten we het uitproberen.
Dus dat hebben we toen die zaterdag daarna gedaan. Allemaal op verschillende plekken. Alleen bij mij stond toen 's avonds om 9:30 na de avondklok 2 politieagenten voor de deur. En heel even, hè, wat heb je gedaan op dat zebrapad? Want ja, ik heb had gewoon, je een bord? Of, ja, ik had een bord met sta stil bij de kinderen, grens bereikt, in de vorm van een hartje. Ja? En toen ben ik gewoon, nou, dat was hooguit 1 minuut stil gaan staan en toen kwamen de automobilisten aan. Dus dat was gewoon puur heel erg symbolische actie. Ja, en dan ging je weer aan de kant. Ging ik weer aan de kant door. En liet ik ze door. Niet en... zoals bij de haven, dat ze urenlang de weg Nee. Het was dus het stelde, heel snel. Feitelijk gezien stelde het niks voor, maar waar de politie voor kwam, is ik had daar wel wat over gedeeld op social media. En ja, zij vonden dat opruiing en ze hadden hem verkeerd begrepen. Ze dachten dat ik met kinderen op zebrapaden ging staan. Dus uiteindelijk was het een misverstand. Maar mag dat niet dan? Mag je niet met kinderen op een zebrapad staan? Het was gewoon bijzonder opmerkelijk en raar en ver over de grens dat ze voor mijn deur stonden, zeker op dat tijdstip. Ja, want hoe ging dat dan? Je zit gewoon lekker thee te drinken of koffie dan in jouw geval misschien. En je zit gewoon thuis, weet ik veel, iets te doen en dan opeens wordt er aangebeld. Ja, wel ging en toen was er nog avondklok, dus het was om 9:30 dat ze aanbelden. Dus ik dacht, nou, dat is de buurvrouw of zo, die de auto, weet ik veel, moet even iets wegzetten of zoiets. Ja. Maar toen stonden er dus 2 politieagenten en het was heel erg koud en ik schrok me echt helemaal te pletter, want je denkt toch meteen een ongeluk of een... Ja. Dus ik zat er... Die mannen zagen dat, dus die hadden ook zoiets van, oh, want die hadden misschien een ander idee wat ze gingen doen. Maar toen was het heel koud buiten, dus ik zei, nou, kom even binnen, want ik ga dit niet aan de deuren. Zij zeiden meteen, bent u in Tieren van Tongerlo, wordt beticht van opruiing. Nee. Zo'n soort tekst. Dus ik dacht echt, oké, dit is echt een hele slechte film waar ik nu in zit. Dit is gewoon, dit gebeurt niet. U wordt beticht van opruiing. En toen zei Bart van, nou, als het goed vindt, gaan we dit wel even filmen. Heel super alert van hem, ik zou daar nooit aan hebben gedacht. Nee, dat zou ik helemaal verlamd zijn. Ja, en Bart zei ook, je gaat ze toch niet binnen vragen. Ik dacht, man, het vriest buiten. Ik wil gewoon even horen wat ze komen doen. Ja. Dus toen kwamen ze binnen. Maar ik werd opeens zo boos. Ik was zo pissig. Net alsof ik alles wat daarvoor allemaal mijn weerstand had opgeroepen. En ik echt tegen die 2 politieagenten eruit kwam. En toen heb ik even een nachtje geslapen of ik dat filmpje ging delen. En even wat vriendinnen en zo gebeld. En ik dacht, oh ja, dat gaat wel iets doen. Want het was nogal uitgesproken. Maar toch gedaan. Want één vriendin zei, ja, als je één iemand de moed geeft om zich ook uit te spreken, zou je het dan doen? Toen zei ik, ja, zonder twijfel. Zei ja, ze, precies. Nou, dan zou ik het maar doen. Ja. Dus dat was... Dat was de gebeurtenis. Ja. En nou ja, dan ben ik een beetje kwijt. Want ik zei van, nou, vertel dan eerst even die gebeurtenis. En dan komen we er weer op terug. Oh, ja. Jij nog? Oh ja, een van mijn talenten is dat ik heel makkelijk allemaal paadjes zien kan. En nu ben ik hem ook even kwijt. Ja, we hadden het over... Nou, maakt ook niet uit. Komen we er wel weer op terug, denk ik. Ja, we komen er nog wel weer op terug en dat maakt ook niet uit. Nee. Hoe was dat voor je dat die politieagenten daarvoor stonden? Nou, het was aan de ene kant... Ik vond het heel erg... Ik schrok echt heel erg. En ik heb soms nu nog steeds, het is al heel lang geleden, hè, dus als 's avonds laat de bel gaat, dus dat had echt impact. Maar aan de andere kant was ik ook best wel blij op een andere manier. Want ik had tegen Bart gezegd, ja, ik wil gewoon een kleine actie, maar wel met veel impact. Kijk, en dat was gelukt. Hoppa. Dus ook wel weer een stoer gevoel. Ja, het gaf me ook wel. En ook dat het me zo lukte om mijn vuur echt te uiten, maar ook met die man in verbinding te blijven. Want dat lukte echt. Dus het was niet zo dat ik ze wegduwde of dat ik alleen maar woede. Ik kon wel gewoon hun ook zien als mens. En ja, dat zei ze natuurlijk ook. Ja, zij is ook gek. Ja, dus en na afloop, dat hebben we niet gefilmd, maar heb ik nog wel een van die mannen ook aangesproken. En gezegd van, joh, ga eens even wat dingen lezen, ga eens even echt goed voelen. En klopt het eigenlijk wel? En heb je dit beroep gekozen? En doe je nu waarvoor je dit doet? Ja. En toen de manier waarop hij me toen aankeek, dat was het al gewoon waard. Ik denk, ja, je kan... Toen dacht jij al van, oh, er gaat een klikje in zijn hoofd. Ja, want heel veel politieagenten hebben natuurlijk ook gewoon helemaal niet vanuit de intentie om zo extreem te handhaven hun beroep gekozen. Dat geloof ik gewoon niet. Nee. En dan weet ik dat ook niet zo is. En geloof het is zo makkelijk om dat zo... Ja, ik merk dat de samenleving wel wat aan het verharden is. En ook aan het polariseren en aan het... nou ja, je zit meteen in een hokje en goed en fout en al die dingen. En dat vind ik eigenlijk echt super kwalijk. Ja, en dat, want dat is een van de dingen die... ik heb ook naast bestuurskunde deep democracy levels gedaan. Ik weet niet of je dat iets zegt. Nee, nou, daar heb ik wel eens van gehoord. Vertel maar even wat het is. Dat is echt... dat is een manier om de stem van de minderheid een plek te geven, zodat het toegevoegd wordt aan het besluit. En als je zeg maar een lied hoort en iedereen zingt la 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 la, en iemand zegt ineens lie, dat is dan zeg maar het andere geluid. En wat ik nu echt gewoon
wel interessant vind, is dat ik nu zelf, ik vind echt overduidelijk hier iets van. Maar nu ben ik ineens zelf een soort collectieve Lee, samen met heel erg veel mensen. Maar er wordt gewoon totaal niet naar geluisterd. Nee. En dat is gewoon, ja, ik vind het echt verbijsterend. Ik ben daar ook gewoon heel verdrietig over. En af en toe ook gewoon super boos. En dan denk ik, ja, weet je, laat maar. Maar als je dat zeg maar vanuit dat theoretisch perspectief bekijkt, is dat op een bepaalde manier, nou niet komisch, maar wel heel erg interessant. Want ik denk, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? En hoezo wordt er niet de vraag gesteld van wat heb je dan nodig om met elkaar toch samen te kunnen leven als je het zo wezenlijk anders ziet? Ja. Maar die vragen worden gewoon niet gesteld. Ik vind het echt, dat ik denk, ja, nogal wie dus dat je dan de mensen tegenover elkaar gaat krijgen. Wie zou die vraag moeten stellen, denk je? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zat eerst altijd van, nou, voor degene die de besluiten maken, die de maatregelen doen. En die moeten eigenlijk die vragen stellen. Ja. Alleen ik merk wel aan mezelf dat ik zo afgehaakt ben. Dat is dus ook de laatste fase vanuit de onderstroom, zeg maar. Het begint bij sarcastische grapjes. En uiteindelijk haak je gewoon af als je niet gehoord wordt. Dat is gewoon super menselijk. Mm-hmm. Er zit nog een fase van oorlog tussen. Dus dat je echt gewoon... Dus ja, volgens mij moeten de besluitvormers en de beleidmakers gewoon vragen gaan stellen. Maar dat doen ze niet. Er zijn gewoon een soort robots die zeggen, ja, we gaan het zo doen. Ook al staat ongeveer iedereen op zijn hoogste poten en hebben we demo's met 200.000 mensen en 20.000 mensen. Het wil niet gehoord. Ja, en daar kun je nog allemaal andere theorieën ook achterleggen. Maar als je gewoon even puur feitelijk kijkt, gewoon naar het politieke bestel. Ja, jongens. Daarvoor zijn we geen democratie. Het kan gewoon niet. Stel je voor dat jij nog op die plek had gezeten waar jij werkte. Ja. He, want daar werk je dus sinds wanneer niet meer? Sinds 1 november vorig jaar. Ben ik weer met de jaren in de war. 2020 was het dus? Ja. Dus 1 november 2020. Ja. En toen werkte je bij een gemeente als... Beleidsmedewerker participatie. Als? Beleidsmedewerker participatie, ja, was mijn laatste functie. Van werken, hoe kom je weer in de maatschappij en zo. Ja. Hè? En dat was je laatste functie, maar daarvoor zat je eigenlijk op een fijnere functie, hè, waar je meer... Toen was ik procesleider sociaal domein. Dus ja, dat precies, zat ik sociaal domein. Ja. En stel je voor dat je daar nou had gezeten, en nu nog, en we zijn inmiddels 2 jaar verder bijna. Wat had je dan kunnen doen ook op zo'n positie? Hè? Want ik denk daar ook vaak over na. Ja. We hebben allemaal nog een teentje in de maatschappij ergens. Hè? Ja. En wat kun je doen op je kleine stukje waar je zit? Heb je daar wel eens over nagedacht als je daar nu nog zou zitten? Wat je dan zou kunnen doen? Of wat je, hè, wat je zegt zo. Je spreekt die beleidsmedewerkers en zo erop aan. Maar daar was je natuurlijk zelf één van. Ja. Maar hoe kun je dan je invloed uitoefenen zonder te doen dat je gewoon opvolgt wat je moet doen? Ja, nou dat is best wel een super interessante vraag. En een van de redenen waarom ik er niet meer ben is omdat mij werd op een gegeven moment geadviseerd om mijn hart thuis te laten. Toen dacht ik, oh ja, dan weet ik niet hoe dat moet. Maar als ik er nu zou zitten, ja, ik denk je kan altijd invloed hebben, hoe klein ook. Dus ja, ik zou toch gewoon dan... Nou, ik zou nu heel stiekem, maar dat komt puur omdat ik nu dan die allemaal in de boeken zit, zou ik stiekem op elke gemeentehuistafel allemaal boeken neerleggen die over deze dingen gaan. Heel goed. En ik weet dat Frank Rusink ook met een actie bezig is naar alle burgemeesters in Nederland. Mag je dat wel vertellen? Met een achteruitkijkspiegel, om echt in de spiegel te kijken van waar zijn jullie? Ja, mocht je dat al vertellen, heeft hij dat al... Volgens mij heeft hij er zelf wel iets over gedeeld, maar dan ga ik later wel even checken. Ja, Volgens mij wel. Hoop dat het al bekend is als we het uitzenden morgenavond. Ja. Ja, nee. Wat leuk, wat goed. Want Frank die is heel erg bezig, hè, met van kijk naar jezelf en zo, wat je nu zegt. Ja. En hij vraagt de hele tijd, stelt allemaal vragen, hè, van in de hoop dat mensen zich bewust worden van de manier waarop het dit allemaal gaat. Maar ik denk dat als je even terug te komen op je vraag, als ik nu nog binnen de gemeente zou werken, weet ik, want ik heb nog wel contact met een aantal oude collega's die dan bijvoorbeeld zeggen, oh, wat goed dat je bent gaan demonstreren. En ik merk dat ik af en toe vijandig door collega's word aangekeken. Dat zijn mensen die het ook zelf over denken als wij dus. Ja, dus ik heb wel eens het idee dat op heel veel verschillende plekken binnen gemeenten mensen zitten die dat ook zo zien. Mm-hmm. Ik heb laatst nog een ode geschreven voor de eenzame strijder. Oké, mooi. Specifiek daarvoor, omdat je moet natuurlijk zelf ook wel je energie kunnen houden. Maar ik ben wel van overtuigd dat je altijd wel iets kan doen. Alleen is dat wel soms uitdagend als je in een omgeving zit waar je de enige bent of een van de weinigen die het ziet zoals je het ziet. En zeker als het verder uit elkaar gaat om elkaar nog te kunnen bereiken. Ik denk dat de sleutel toch vragen stellen is. En gewoon door blijven vragen. En echt oprecht geïnteresseerd zijn. En, ja, zeker. En ik heb er ook heel veel over nagedacht. En ik dacht ook van,
Volgens mij is het goed om... op een gegeven moment wist ik het echt niet meer ook... hoe je met anderen in gesprek kon gaan... die totaal tegenovergestelde denken. Want zodra iemand iets zet... ik weet niet of jij dat ook hebt... bedoel ik, ik begin helemaal van te stotteren. Maar zodra iemand iets zegt... dan was ik al helemaal uit het lood geslagen... want ik dacht, oh, dat kun je toch niet denken, denk ik dan. En dan wist ik al niet meer hoe je met elkaar weer in contact moest komen. Daar heb ik lang over nagedacht, ook eens een keer goed geluisterd naar anderen... zoals bijvoorbeeld Isa Kriens of weet ik veel wat, Frank, noem maar op. En toen dacht ik van, oh ja, het mooiste is als je weer zoekt... waar je gezamenlijke uitgangspunten hebt. Ja. En dan blijkt toch dat iedereen zich eigenlijk zorgen maakt... in welk kamp die zich ook bevindt, zeg maar. Want... ik had laatst met een ex-collega ging wandelen. En die maakte zich bijvoorbeeld enorm zorgen over dat klimaat. Ja. Heel goed, want daar wordt nu natuurlijk ook op gestuurd. Dus daar moet je er heel bang voor worden en heel erg te zorgen over maken. En toen zei ik van, oh, oké, dus jij maakt je daar zorgen over. Nou, ik snap ook wel dat je daar zorgen over kan maken. Want bla, bla, bla. En toen kwamen we weer een beetje in gesprek. Ja. En toen lukte het ook wel beter om te zeggen van... hey, maar vind je dan, snap je dan ook waar ik me zorgen over maak? Ja, wauw, mooi. Ja. Dus dat is dan wel een mooie manier. Maar hoe doe jij dat dan eigenlijk? Hoe zorg jij, want kom je nog veel mensen tegen die... aan de andere kant staan, zou ik maar zeggen, van het lijntje? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik op een gegeven moment wel keuzes ook heb gemaakt... aan wie ik mijn energie wel of niet geef. Dat is best wel nieuw voor mij, maar ik merkte dat het nodig was. Mm-hmm. Maar ik heb wel een aantal vriendinnen die het echt wel anders zien. En wat mij helpt, is dat we... Ik merkte eerst op een gegeven moment dat het hele onderwerp vermeden werd. Nou, dat is ook een strategie natuurlijk, maar ik vind dat niet zo fijn. Want dan is er toch alsof een glazen wand tussen staat. Van het ene, de elephant in the room, zullen we maar zeggen. En bovendien is het heel groot. Het is zo aanwezig. Je kan er gewoon niet omheen. Maar ik merkte de laatste tijd dat het me steeds beter lukt om zelf... dat is een beetje hoe ik het doe. Ja? Compassie te hebben voor hoe een ander het ziet. En dat komt ook... Dan begin ik weer over dat deep democracy... maar dat is gewoon omdat het zit zo in mijn hart. Maar daar zitten bepaalde oefeningen in... waar je ook gespreksvoering kan doen. En dat je heel erg elke keer gaat checken... oh, oké, maar wat raakt dit nou in mij? En waarom raakt me dit zo? En als je dat... Noem eens een voorbeeld van hoe je... Stel je voor een vriendin die anders erover denkt dan jij. Ja. Die zegt iets en, en hoe nou, bijvoorbeeld als anders... iemand dan zegt van... Nou, ik vind het heel asociaal dat je geen vaccin neemt. Want je denkt niet aan een ander. Bijvoorbeeld, niet dat iemand dat tegen mij gezegd heeft... maar dat wordt wel een beetje zo geprogrammeerd. Ja. En Hugo de Jonge, die zegt dat heel vaak. En dan ga ik bij mezelf naar... Oké, interessant, wat raakt het nu in mij? Nou, dat raakt wel degelijk iets in mij, want ik wil niet asociaal zijn. Ja. Ik ben ook niet asociaal. Ik vind mezelf ook absoluut niet asociaal. Nee. Maar het raakt wel iets in mij van... Weet je wel, van oh, ben ik dan echt zo onempathisch? En dan ga ik gewoon in mezelf onderzoeken van... Wat raakt dat dan? En als ik dan heel helder voel... Oké, dat vind ik dus gewoon echt niet. Nou, dan kan het weer weg. Maar soms worden er ook wel dingen gezegd. Bijvoorbeeld dat voorbeeld wat ik net noemde. Hè? Dat over de buitenkant en de binnenkant van veiligheid in je gezin. Dat was het. Ik wist het. Ja, dan, dat raakte mij wel. Want ik dacht, ik ben heel erg blij met ons samengestelde gezin. En ook met haar. En als zij dit zegt, dan betekent het... Dat daar misschien een kern van waarheid in zit. Want wat bedoelen ze ermee dan, precies? Want zij bedoelt dan de binnenkant van jullie samengestelde gezin, zeg maar. Richting de school. Want ik stond op het zebrapad vlakbij de school. Ja? En zij vond dat ik dan te veel me afreageerde op de school... terwijl die maatregelen zitten op een andere laag... terwijl ik eigenlijk helemaal niet zoveel bij die school doe. En zij wel. Oh, en ze had gewoon een punt. En het raakte me ook heel erg. En ik dacht ook, oh jeetje. Dus ik heb haar uitgelegd van... goh, ik hoor wat je zegt. Je hebt helemaal gelijk. En dit gaat over een andere laag. En ik weet en ik voel en ik moet hier iets in doen. En dat is vanuit dezelfde liefde voor mijn zoon... waar jij ook als een moeder voor bent... Dus dat is dezelfde moederliefde. Het raakt me nu weer heel erg als ik het over heb. Omdat het zo waardevol is en was... dat we wel de tijd hebben genomen om het gesprek te voeren. Maar het heeft me wel... Het raakt me ineens heel erg. Maar het heeft me wel heel erg geleerd om... Ja, ik kan wel iets vinden en ik kan heel uitgesproken zijn. En ook als ik boos ben, dat wil je liever niet. En dat weet ik. Dat is ook mooi. Alleen de veiligheid voor mijn zoon zit ook nog op een andere laag. En namelijk dat hij in een samengesteld gezin is... waar we heel hard voor hebben gewerkt om dat met elkaar goed te hebben. Dat wil ik gewoon niet verkloten. dat had ik even niet verwacht. Maar, en want waar ben je dan... wat raakt je dan zo in? Nou, dus dat je juist... Ja, dat je dus... eigenlijk word je nu
bijna door de overheid uit elkaar gedreven. Ja, dat bedoel je, ja. Dat bedoel ik. Ja. Terwijl wij houden op een bepaalde manier van in ieder geval van Lars, maar ook van elkaar. En we hebben heel erg ons best gedaan om dat allemaal goed met elkaar te hebben. En dat is echt niet makkelijk. En ik denk dat er heel veel samengestelde gezinnen zijn die dat hebben. En ik wil dat het voor hem goed is. En wat is dan goed? En wie ben ik om mijn mening zo op te dringen dat het voor hem ook niet goed is? Ja. En dat was zo'n grote... Nou, daar was ik echt wel even van de leg. Omdat ik dacht, oh ja, maar nu... En daar was ik toen jij mij uitnodigde ook wel even mee bezig. Van, oh ja, hoe ga ik dit dan integer dingen delen? En omdat je dan ben je ook van buiten naar binnen aan het kijken. Van, oh ja, hoe zeg ik dit zorgvuldig? En hoe is het dan? Ja, dat is best wel ingewikkeld. Mm. En ook niet zo ongenuanceerd. Want het ligt veel fijngevoeliger dan het nu soms wordt gezegd. Ja, want zeker. We zijn gewoon allemaal mensen. En we zijn geen gevaccineerden en ongevaccineerden. Dat is gewoon een bewuste keuze die je maakt. Ja. Alleen de overheid maakt er nu een heel erg ander kwalijk verhaal van. Waardoor je eigenlijk helemaal niet meer kan samenleven. Ik zie het echt zo uit elkaar splijten. Nou, dat wil ik mijn kinderen ook niet voorleven. Dat wil ik echt niet. Nee. Dus dat stukje, dat bedoel ik met binnenkant. Dus nu zit er ook heel veel op social media. En dat doe ik zelf ook. Omdat ik ook van overtuigd ben dat dat ook een belangrijke plek is. En nou, wat jij doet is ook een belangrijke plek. Want je geeft ruimte aan geluiden en aan mensen. Alleen als we niet uitkijken, worden we dadelijk een soort tweedelende samenleving. Ja. Dat kan gewoon niet. Ja, voor mij bijzonder. Kan het niet. Ik vind het gewoon naar. En als ik dan naar mijn oorspronkelijke professie terugkijk, dan gaat het ook tegen alle beginselen van bestuurskunde, van democratie. Tegen alles gaat het in. En het lijkt alsof het maar gewoon voor zoete koek wordt geslikt. Ik denk, ja, hu? Dat dacht ik vandaag ook nog. Misschien weet jij daar wel een antwoord op. Want de regering die heeft nu een bepaalde weg is een weg ingeslagen. Mm-hmm. Hugo de Jonge die zei dinsdag geloof ik bij de persconferentie van, nou, als je nu nog niet over hebt om je voor een ander te vaccineren, wat zei hij toch? Hij zei iets heel verschrikkelijks. Heel verschrikkelijks van... iets van, als jij, je hebt het recht op keuze of zo. Als je dat belangrijker vindt dan de recht ja, op... Als je de vrijheid van jezelf belangrijker vindt dan de gezondheid van een ander... Precies. Daar ga ik niet mee akkoord op zoiets. Zin. Hè, zei die inderdaad. Ik kan dat soort dingen nooit goed herhalen, omdat ik dan alweer precies de woorden vergeet. Yeah. Maar dat zei hij dus. Er worden allerlei mensen, die slaan daarop aan, hè, binnen de kamer en zo. Maar iedereen kan wat zeggen. Mm. Maar ze kunnen gewoon doorgaan. En hij kan gewoon doorgaan met zijn beleid. Yeah. Rutte, die kan gewoon doorgaan met zijn persconferenties. En ik weet niet wanneer er nu weer een persconferentie komt, maar dan wordt er alweer in de krant gezet vanwege die Omicron variant. Komen er weer hardere maatregelen aan en zo. Yeah. Ze kunnen gewoon doorgaan met dat beleid en niemand houdt ze tegen. Yeah. Maar kun jij daar iets over zeggen? Nou, ik zat er van de week ook over na te denken. En ik heb, omdat ik nu zo'n ander pad ben gaan lopen als schrijfster en uitgever. Ja. En ik eigenlijk helemaal niet meer zo super gelukkig was in waar ik zat, heb ik het ook een beetje zo weggegooid. Maar misschien. Maar ik zat er wel een beetje over na te denken. Ik dacht, volgens mij heb je de beginselen van checks en balances. Namelijk dat er altijd controle is op het bestuur. Ja. En ik weet niet waar die zijn. Dus dat heb je gewoon in democratisch bestel, zeg maar. Gewoon heel technisch feitelijk, meer juridisch achtig. Mm-hmm. Maar je hebt ook nog een soort morele afweging. Nou, die zie ik helemaal niet. Dus ik snap het ook niet. En dan heb je nog wel... Dat hele technische stuk, dat heb ik gewoon met mijn keuze ergens weggegooid. Ja. Dus dat kan ik je nu ook niet meer uitleggen. Nee. Maar ik zat er wel van de week over na te denken. Ja. Ik dacht, maar we hebben toch gewoon beginselen van de democratie. We zijn toch gewoon een samenleving met elkaar waarin we een grondwet hebben en waarin we met elkaar basisafspraken hebben gemaakt. Waar zijn die dan gebleven? En hoezo bepaalt een minister wat daarin belangrijker is? En dan ook nog niet eens vanuit je eigen... hoe noem je dat? Ik kan die woorden ook niet precies onthouden, maar het klopt gewoon echt niet. Nee. Maar helemaal echt
totaal niet. Klopt gewoon iets niet. En waarom worden ze niet tegengehouden dan, denk ik, hè? Ja. Ik zag vandaag een filmpje van een Oostenrijker. Mm. En in Oostenrijk is het nu zo dat je €2000 boete moet betalen als je op straat gepakt wordt, als je niet gevaccineerd wordt. Mm. En hij zei ook van, mensen, er zit geen limiet aan. Hè? Dus je kunt op een dag misschien wel 10 keer gepakt worden. Mm. En dan krijg je 10 keer een boete van €2000. Mm. En hij zei, als je de boetes niet betaalt, dan moet je zitten. En dat is maximaal een jaar. En hij riep iedereen op. Hè. Hij deed ook echt zo in de camera kijken. En hij zei, mensen, ga alsjeblieft naar jullie ambassades. Ga zorgen voor dat Oostenrijk dat aangesproken wordt. En dat de druk op ons land gezet wordt. Dat zij dit aangepast. Yeah. Dit is gewoon schending van de mensenrechten. Nou, en dat vond ik zo schrijnend, want weet je, vroeger, dat heb ik al met meerdere gasten over gehad, maar de aanloop van de Tweede Wereldoorlog was ook allemaal niet zo heel duidelijk, maar mm-hmm. dan voelde je wel een soort dreiging, hè, en er kwam mm-hmm. er zelfs op een gegeven moment oorlog, hè. Mm-hmm. Maar nu, je ziet het allemaal gebeuren en iedereen denkt, nou ja, oké, het is Oostenrijk of zo, ik weet niet wat iedereen denkt, maar er wordt in ieder geval niet, yeah. tenminste niet, als ik het goed zeg, in de Tweede Kamer over gesproken, goh, wat erg dat er in Oostenrijk mensenrechten worden yeah. geschonden. Dus vroeger dacht ik altijd, dat is heel duidelijk. Als het ene land in nood is, gaat het andere land hen helpen. Ja. Maar zo duidelijk is het niet. Nee. En niemand staat op om te helpen. Dat vind ik heel eng. Ja, ik vind het ook heel eng. Heel beangstigend. En ja. ik merk ook dat echt mijn naïviteit en mijn vertrouwen, die ik eigenlijk ongeveer heel mijn leven lang heb gehad, die is gewoon min of meer verdwenen. Ik vertrouw nog maar op één ding, dat is mijn eigen intuïtie. Ja. En meer niet. En nee. ja, dat is op zich een heel, dat vind ik ook wel weer een soort mooi cadeau. Ja. Want ja, je leert daardoor, er toch weer wat van. Hè, ja, ja, daardoor ook. Kun je dingen creëren. En ja. ik denk dat dat ook een grote sleutel is. Maar het is heel schrijnend. En ik snap het ook oprecht niet. En, want het bewijs is gewoon aanwezig. Je ziet het gewoon gebeuren. En dan nog, als Bart en ik daar bijvoorbeeld dingen over delen, tegen familie of vrienden. Ja, nee, wij wonen in Nederland. Ja, dan gebeurt het niet. Maar ja. Nee, dat gebeurt niet. Nee, maar ja, de mondkapjesplicht zou ook niet komen. Het vaccineren van kinderen zou ook niet komen. De avondklok zou ook niet komen. Het testen zou ook niet komen. En nou ja, 1 november mochten we overal weer naar binnen. Ja. Ja, op een gegeven moment, ja. Ja, ik weet niet hoe ver dit nog gaat komen voordat mensen wel gewoon zeggen van, joh, ja, ja, jullie hadden toch best wel een punt. En het gaat niet om het punt. Alleen het gaat om het gegeven dat het lijkt alsof het allemaal maar gewoon oké is. Ja. Dat vind ik. Ja. Nou, ik. Ja. En weet je, mensen die zien niet dat het dat al die stapjes al gezet zijn. Hè, want als je terug zou kijken, en inderdaad, zoals jij net zegt, hè, je zou het allemaal optellen of je ziet het weer in een filmpje voorbij komen, denk je, oh ja, dat was allemaal zo. Hè. Hey, iets heel anders. Ja. Totaal iets anders. Mm-hmm. Wij deden altijd bij mooie mensen van, je mag 2 liedjes uitkiezen die je graag gedraaid wil hebben. Dan deed ik mm-hmm. dan bij RTV IJzermond. En dan gingen we heel even het gesprek stoppen en dan draaiden we dat liedje. Yeah. Maar heb jij een liedje waar jij de afgelopen 2 jaar heel erg, we gaan hem nu niet draaien trouwens, maar waar je heel erg van onder de indruk was of wat je hebt geraakt? Nou, wel The Power of Love. Ik weet nu even totaal niet meer wie dat zingt. The Power of Love is with you. Ik weet, dat is een heel mooi nummer. Mm-hmm. En ik moest op een of andere manier aan True Colors denken. Maar ja. die heb ik laatst het helemaal niet geluisterd. Maar die kwam wel toen je het vroeg meteen. Ja. Dat heb ik altijd een heel mooi nummer gevonden. Omdat ik heel erg hou van de echte kleuren van mensen. De echtheid, maar ook de kwetsbaarheid. En mm-hmm. ik voel gewoon dat dat een beetje aan het verdwijnen is. Omdat mensen ook niet meer helemaal. Nou, er is een soort ongemakkelijkheid ergens ingeslopen. Om te laten horen wat je werkelijk vindt. Omdat er zo snel. mag ik misschien gewoon even uitleggen wat ik bedoel? Mm-hmm. Terwijl het allermooiste is als iedereen zijn eigen kleur is. En als je echt je werkelijke colors allemaal kan laten zien. Ja. En daar heb ik altijd dat liedje, dat symboliseert het voor mij. Maar ook op een wat grotere manier, nou ja, wat jij ook doet met dit programma. Iedereen is in principe mooi. En alleen we zijn niet hetzelfde. En dat is gewoon altijd heel oké geweest. En nu lijkt daar iets in te sluipen van dat niet meer zo is. En dat vind ik gewoon heel naar. Daar word ik echt gewoon helemaal,
helemaal, dus ik denk dat ik die maar weer ga luisteren. Ja, dat is een heel mooi nummer. Ja, sure. Nou, dan zetten we die sowieso hieronder het interview, zodat je, iedereen dat even op kan zoeken. Ja. Mooi. Hey, en ik vraag ook altijd, want je hebt die zebra-actie, je hebt bestuurskunde gestudeerd, maar goed, dat is dus eigenlijk niet meer helemaal wat bij je past, tenminste die omgeving niet. Nee. Je vertelde al heel even kort dat je samen met je man of vriend of levenspartner, wat is het? Wat is het eigenlijk? Man, we hebben geregistreerd partnerschap. Oh ja, dus je noemt dat dan echt een man. Ja, je bent niet getrouwd, zeg maar. Nou, geregistreerd partnerschap is bijna hetzelfde. Maar ik noem hem altijd wel mijn man. Je noemt hem je man. Ik heb ook zijn achternaam. Ja, waarom heb je niet je eigen achternaam gehouden? Nou, ik vond het op een of andere manier een momentje. En ik heb met mijn andere zoon nooit dezelfde achternaam gehad als hem. En nu voelde ik heel erg, ik wil echt de Van Tongerlo clan zijn. Het is trouwens wel heel grappig dat je dit zegt. Want een van de dingen die ik te horen kreeg nadat ik die actie had gedaan, was: zij mag de naam Van Tongerlo niet meer voeren. Huh? Dat als vanuit de familie, omdat het uitgesproken was. Oh. Dus dat was zo, het waren niet alleen maar leuke reacties. Nee. Wil ik er maar even mee zeggen. Ja. En dat was eigenlijk helemaal niet van plan om dat te zeggen. Maar nee. ik dat raakte mij wel heel erg, want ik ben heel erg trots op die naam. En wilde gewoon. Ik kreeg ook wel reacties op dat het weinig geëmancipeerd was. Maar ik voelde me juist van, maar ik wil echt het gezinsgevoel hebben. En echt van, wij zijn er voor elkaar. En ik vind het leuk om van die kleine dingetjes van, ik ben Indira van Tongerlo, de mama van Eland van Tongerlo. Voor mij klopte dat heel erg. Ja, want anders moet je ook nog uitleggen wie je bent, bedoel je. Ja, ik ben wel zijn moeder, als je een andere naam had. Ja, het was voor mij een heel erg vanuit dat gevoel. Dus echt samen gevoel. Ja, met z'n drieën zijn jullie samen. Ja, en ik vond het ook gewoon een hele mooie naam, dat ook. Ja, dat vind ik ook wel, ja. Nee, maar oké, want ik had me dat inderdaad nog wel even afgevraagd. Van, waarom kies je daarvoor? Yeah. Hey, en is het ook je liefde van je leven, of niet? Mijn man, ja. Ja, dat is een strikvraag natuurlijk, want hij, als hij nou mee luistert. Maar hoe heb je, want is dat... Ik weet niet of je een beetje weet wat voor boek ik heb geschreven. Nee. Oh. ik heb helemaal totaal, weet ik nooit iets van mijn gast, hè. Dus een beetje. Oké. Okay. Maar vertel. Nee, ik heb na mijn scheiding heel veel dingen meegemaakt op het gebied van liefde. En op een gegeven moment vond ik dat zo super interessant. Dus ik heb heel veel gedate en allemaal grappige dingen erin beleefd. Dus ik heb een boek geschreven over Julia. En die wil een harem van mannen voor elke dag van de week een andere man. Cool. En eentje extra voor calamiteiten. Ja, voor calamiteiten. De dinsdagman is dat. Dus ik heb vrij veel ontdekt in die jaren tussen mijn scheiding en dat ik Bart ontmoette op het gebied van liefde. En ik kan nu wel met overtuiging zeggen dat hij de liefde van mijn leven is. Maar we hebben elkaar eerlijkheid beloofd en niet per se trouw. En daarom werkt het. Dus omdat ik kan niet zo goed tegen me beknot voelen. Omdat ik ben van overtuigd dat we allemaal onze eigen plek hebben. En ook in een relatie. En ik hou niet zo van dat je helemaal een soort symbiotisch geheel bent. En dat komt ook omdat ik daar ervaring in heb gehad dat ik dat wel eens deed. Dus ik kan niet garanderen dat tot in de eeuwigheid ik nooit een andere man leuk ga vinden en hij nooit een andere vrouw. En voor mij is dat ook oké. Dus hebben we elkaar eerlijkheid beloofd en geen trouw. En daarom is het ook geregistreerd partnerschap en niet gaan trouwen. Nu begrijp ik het helemaal. Ja. Maar is het al, of is dat een te intieme vraag, maar is het al gebeurd dat jij in die afgelopen jaren dat je met hem was, met een andere man naar bed bent geweest, omdat je dacht, nou, ik voel me helemaal verliefd eventjes, of weet ik veel verleid? Ik ben wel verliefd en verleid geweest, maar ik heb de actie er niet aan gekoppeld. Nee. En ook bewust niet. Maar dat komt omdat ik die vrijheid zo voel dat het dus gewoon kan. Niet nodig is eigenlijk. Ja, dus dat is een echt. Ik vond dat voor mezelf een hele wonderlijke ontdekking. Ja. Want ik dacht van, oh ja, dus nu kan in principe alles. Ik bedoel, dat kon altijd al. Maar ja, dan is het eerder vreemd gaan. Want dan heb je een andere belofte aan elkaar gemaakt. Maar omdat we dat niet op die manier hebben gedaan, voelt het voor mij gewoon helemaal vrij. Maar heb ik niet de behoefte, omdat ik gewoon zielsveel van hem hou. Ja, precies. Dus dat is echt wel een heel fijne ontdekking. Want ik denk, hou je jezelf dan niet een beetje voor de gek eigenlijk? Misschien? Hoe bedoel je? Nou ja, omdat je eigenlijk... Nou ja, voor de gek klinkt een beetje negatief. Maar eigenlijk ik bedoelde het eigenlijk positief. Ja? Want ik zit erover na te denken. Dat je dus eigenlijk tegen jezelf zegt of met elkaar afspreekt, we gaan voor eerlijkheid, maar niet voor trouw per se. Hè? Ja. En dat je dan daardoor zoveel... Ja, precies.
zoveel vrijheid voelt dat je dus trouw blijft. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Dus dat het eigenlijk, want je zei heel even, en dat ben ik dan gelijk ook heel nieuwsgierig naar. Maar je hebt dus ook een tijd gehad, een relatie gehad met iemand waar je echt een symbiose mee was. Ja. Maar misschien wel, dat denk ik dan gelijk als je zoiets zegt, dat je juist door die man niet zoveel vrijheid voelde. Ja, dat klopt. Ja. Of ik me voor de gek hou. Dat je dus toch stiekem wel trouw aan elkaar belooft, bedoel je? Ja, nee, misschien. Ik bedoel eigenlijk gewoon dat je denkt, nou, ik zeg dit tegen hem. Ik wil eerlijkheid, maar geen trouw. En dat geeft je zoveel vrijheid dat je eigenlijk wel weet dat je bij hem blijft. Zonder met iemand anders naar bed te gaan. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Dus dat je eigenlijk wel weet waarvoor je het zegt, want dan voel jij je vrij. Oh. Maar ondertussen heb je hem eigenlijk helemaal trouw beloofd. Oh, ja. Oh. Is dat het nu? Nou, weet ik niet, want ik weet het echt oprecht niet. Nee? Maar ik heb laatst wel een keer gehad dat ik echt bijna op het randje stond van de verleiding daarin voelen bij een feest. Dan bleef ik toen logeren en er was een hele leuke man en die zei zoiets van, oh, kan ik ook bij je gaan liggen? En dit was echt een hele leuke, aantrekkelijke man. En iets in me zei van, oh ja, dat kunnen we eigenlijk wel doen. Maar ik heb het niet gedaan. Ik heb later wel aan Bart verteld en toen zei hij van, oh, dat had je best wel kunnen doen. En dacht ik, oh. Dus ja, een deel van mij wil het misschien ook inderdaad niet. Omdat ik het al zo allemaal heb geleefd. Ja. Dat ik echt denk, ja, die ene vrijpartij, ja, ik heb er helemaal geen zin in. Want ik hoef dat helemaal niet. Nee, nou ja, dus dat stukje, dat heb je wel een punt. Ja. Ja, nou ja, dat dacht ik gewoon even. Ja. Ik dacht van, wat zou ik kan. Maar heeft die ene relatie, of wil je er niks over zeggen, die ene relatie, die symbiotische relatie, daar is eigenlijk voor gezorgd dan? Ik heb heel veel verschillende relaties gehad, kort en lang en van alles uitgeprobeerd. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik wel met mezelf heb afgesproken van, nou, ik wil mezelf daar niet meer in verliezen. Daarom moest ik ook wel heel erg grinniken dat jij eigenlijk voor Bart belde. En had ik toen mezelf half ging uitnodigen, dacht ik, oh, ben ik nou niet te extreem hierin omdat de plek van de man inpakken of zo. Dat was helemaal niet de intentie. Het was gewoon spontaan en ik vond gewoon een leuk gesprek. Ja. Maar ik heb wel geleerd om heel erg, dat ik gewoon wel gevoelig ben om zo af te stemmen op iemand dat ik er een beetje in verdwijn. Oh ja, en dat je jezelf verliest. Ja, en dat wil ik gewoon niet. Terwijl ik ook van verbinding hou. En die balans tussen symbiose en autonomie, zullen we maar zeggen, dat is wel iets wat ik gewoon razend interessant vind. En waar ik merk dat deze tijd mij wel heel erg helpt om echt volledig in mijn autonomie te stappen. Omdat dat kan eigenlijk niet anders. Dus je leert er alleen maar van en straks dan hoef je nooit meer met iemand anders naar bed gaan. Ik wou zeggen vreemd gaan, maar dat is het dan niet. Hè, als je het zo maar dan, hè, omdat je gewoon zo met jezelf in het reinen bent of zo. Hè? Want dat denk ik een beetje te merken dan of zo. Ja, ik voel me daar gewoon heel erg in geheeld eigenlijk. Ja, en ook, precies. Ja, en dat hele proces van waaruit mijn boek dus ook is ontstaan, was eigenlijk die hele reis naar dat ik gewoon zelfliefde ging ervaren. Ja, precies. Ja. Want daar gaat het dan om. Ja. Hey, maar dan gaan wij naar wat voor gezin kom jij eigenlijk dan en zo? Want ik heb een vader die is geboren in Indonesië en een moeder die in de Achterhoek is geboren. En ik ben geboren in Assen, in Drenthe. En ik heb één zusje die is, moet ik niet liegen, 2,5 jaar jonger dan ik. Ja. Ja. En we zijn op een gegeven moment van Assen verhuisd naar Dokkum. Dus ik kom wel echt uit het noorden. En daarna heb ik nog op heel veel andere plekken gewoond. En nu woon ik weer in het noorden. Nu woon je, waar woon je eigenlijk dan? Net Drentse Friese Wold. Oh ja. Dus mijn ouders wonen in Assen. Dus daar kom ik nu net vandaan. Mm-hmm. Dus ik voel me ook wel echt een Drent van binnen, zullen we zeggen. Maar ik heb ook in Enschede gewoond. Ik heb nog in Australië gereisd. En ik heb op Amersfoort gewoond. En ik ben nooit helemaal verder naar beneden geweest. Bart komt uit Brabant. Dus die is wel echt van onder de rivieren, zeg maar. Ja. Zijn maar, andere mensen. Ja. Maar qua gezin, we waren wel altijd een beetje een hoe noem je dat? We trokken wel altijd bekijks. Want mijn vader is wel echt vrij donker gekleurd. En mijn moeder was wel echt hoogblond, zeg maar. En als we dan alleen met mijn moeder liepen, mijn zusje en ik, dan was het wel vaak van, oh, wat leuk dat de twee zusjes terecht zijn gekomen in één gezin. En wat bijzonder. En dat mijn moeder zich echt een beetje zo ongemakkelijk voelde. En zeker als mijn vader er dan aankwam lopen van, oh, dat kan ook. Ja. Dus en verder, we hadden gewoon een fijn
gezin. Ja? Ja. En wat voor dingen heb jij geleerd uit je gezin? Want daar zit ik dan, ben ik ook wel altijd een beetje naar op zoek. En van wat voor dingen heb je eigenlijk geleerd uit je gezin? Waardoor je nu bent gekomen zoals je, waar je nu staat eigenlijk? Nou, daar zat ik toevallig van de week over na te denken. Omdat ik iemand ontmoette die ook die combinatie had van... Of mijn vader heeft dan ook een Indonesische moeder en een Friese vader. Oh. Dus die is eigenlijk ook half Indonesisch, zeg maar. En dat had die man toevallig ook. Die had diezelfde combinaties van volken, zeg maar, in zich. En toen dacht ik, oh ja, ik heb eigenlijk wel van jongs af aan al wel geleerd om een beetje uit de toon te vallen. Wij vielen gewoon altijd uit de toon. Oh ja, ja. Dus ja. Dat was altijd een verschijning wat je net zei. Ja, en dat was en nou niet zozeer ik alleen of zo, maar wel als we zeg maar als gezin ergens waren. Of dat ik alleen met mijn vader was of alleen met mijn moeder, dat maakt ook eigenlijk niet zoveel uit. Of met hun tweeën. We waren altijd al wel, nou ja, opvallend, zeker in het noorden. Er waren gewoon niet zo heel veel donkere mensen. En wat heb je daarvan meegekregen dan, van het opvallend zijn, zeg maar? Ik vond dat niet altijd per se prettig, maar ik had ook wel zoiets van, ja, nou ja, dat is blijkbaar wie we zijn. En ik merk wel dat binnen ons gezin we wel heel erg, we zitten niet helemaal op één lijn, ook in dit corona gebeuren niet. Nee? We hebben één keer best wel pittig gesprek daarover gehad, maar na dat pittige gesprek, we bleven aan tafel zitten, dat was al een overwinning. Maar heb ik wel gezien dat wij wel allemaal, inclusief mijn ouders, het wel vanuit elkaars perspectief kunnen blijven bekijken. Dus er zit niet een scheur of zo ergens tussen, want we houden gewoon superveel van elkaar. En dat is het allerbelangrijkste boven alles. Maar hoe zit het dan? Want je ouders die denken er anders over dan jij? Of denkt de een ouder nog weer anders dan de andere ouder? Nee, nou mijn ouders mijn zusje die... Ik moet even nadenken of ik dit allemaal ga vertellen hoor. Want dat is best wel ook wel een beetje persoonlijk natuurlijk. Ja. Maar ik kon hun weer veel meer horen, zien en voelen. Dat is wel fijn. Ja. Dat was super fijn. Ja. Alleen zij had best wel laat door dat ik echt uit bezorgdheid dingen deelde. En niet uit dat ik me gelijk wilde halen. En dat was wel iets waarvan ik dacht van, oké, ik... Voor mij is dat dan zo logisch dat je het vanuit daar dingen stuurt of dingen deelt. Ja, niet of... om arrogant te zijn. Nee. Of zo, van, je moet gewoon luisteren naar wat ik zeg. Dit is mijn mening. En, maar wat ze wel... Want wat vroeg je nou? Of nou ja, wat zij... ik ben dan gewoon zo helemaal zo... Ik zie zo'n tafel en dan vader en moeder eraan. En dat jullie allemaal aan tafel bleven zitten. Hè? Dat zei je. Ja, dus dat ja ik was toen wel behoorlijk uitgesproken. Ook, dat ging over dat ik naar een demonstratie ging. En mijn vader die vond daar iets van. En dat raakte mij heel erg. Omdat dat schoot me volledig in het verkeerde keelgat. Toen was ik heel erg boos geworden. En toen dat vonden zij heel erg moeilijk. En toen heb ik uitgelegd waarom ik dat deed. En waarom ik daarheen ging. En toen begrepen ze uiteindelijk... En dat wilde ik zeggen. Dat het ons allemaal wel lukt om... Nou ja, als je zeg maar... Je kan alleen... Als je een hele olifant hebt... Kun je alleen naar de staart kijken. Of alleen naar de voet. Of alleen naar de slurf. Ja. Maar je ziet volledig iets anders. Maar je kan ook kiezen van... Wacht even. We kijken inderdaad naar een ander deel. Mm-hmm. Maar het is een hele olifant. Ja. En dat is wel wat ons lukt. En waar mijn zusje ook gewoon super goed in is. En mijn ouders ook. Waardoor we wel in verbinding kunnen blijven. Ja, precies. Dus dat is wel heel fijn. Ja, en dat heb ik denk ik ook wel meegekregen vanuit mijn jeugd. Dat je eigenlijk gewoon zo oordeelloos mogelijk probeert te kijken... Hoe moeilijk dat soms ook is. En ik merk dat dat wel af en toe wat moeilijker begint te worden. Omdat ik heb wel behoorlijk kleur bekend. En ik kan het ook echt niet meer anders zien. Ik wil het ook niet anders zien. En dat is af en toe wel, als je het hebt over echt in verbinding met elkaar zijn. Ja, dat is natuurlijk voor je omgeving af en toe ook wel een beetje een deur die misschien dan niet helemaal meer open staat. En dan hebben ze, dus ik zeg dan ook van, ja, sorry, maar ik kan het gewoon niet anders zien. Dus probeer dan uit te leggen waarom ik het anders zou moeten zien. Ja. Ja, precies. Want dat is soms dan kan ik wel begrijpen, bijvoorbeeld mensen in mijn omgeving die zeggen nu van, ik wil heel graag die booster. En dan zeg ik, oké, waarom dan? En dan zeggen ze, ja, maar dan ben ik weer meer beschermd. En toen dacht ik zeg van, nou ja, weet je wat ik me wel kan voorstellen? Hmm. Dat je dat denkt, omdat er gewoon de hele tijd in de media staat, dat het allemaal zo gevaarlijk is. Hè, dus het is ook logisch dat jij nu denkt van, nou, ik moet die booster hebben. Hmm. En dan ben ik weer beschermd. Ja. Ja, maar dus zo kun je wacht toch... Wacht ik even. En dan daarna zeg ik van... Hé, zou je het ook zo kunnen zien? En dan zeggen ze van... Ja, dat is eigenlijk ook best wel gek... dat we nu voor de derde keer moeten gevaccineerd worden en zo. En dan heb je dus eerst even weer gedacht van... Oh ja, maar vanuit hun gezien kan ik het nog best wel begrijpen ook.
Ja, en ik maak de laatste tijd ook best wel vaak grapjes erover. Omdat ik merk dat humor ook gewoon een... dat helpt ook. Ja, dan zeg ik bijvoorbeeld... laatst belde een vriendinnetje. Toen was ik net een filmpje... wilde ik een filmpje opnemen. Dat lukte niet. En toen belde ze precies. Ik zei, oh, hoi, mijn vaccinated friend. Maar gewoon als grapje. Ik zei, ik wou net vragen... kun je straks boodschappen voor me doen? Want ik kan nergens meer heen. Ja, en dat kan zij dan ook heel erg hebben. En dan... Ja, en dan kun je het daarna weer ergens anders over hebben. Ik bedoel, we moeten ook gewoon een beetje, ja, wel je doorheen van zien te komen. En misschien is het ook wel zo dat als je het echt aan de mensen zelf vraagt... en degene die dicht om je heen staan... dat die helemaal niet zo die tweeledeling willen... en helemaal niet zo die polarisatie en zo, hè? Nee, en dat meer iets is van de media en van LinkedIn bijvoorbeeld of van Facebook... He, dat mensen zich daar ongelooflijk hard uiten over bepaalde groeperingen. Ja. Dat het daar meer is dan in het echte leven. Ja, dat idee heb ik wel. Ja. Ja? Heb ik ook wel een beetje het idee. Dus misschien moeten we gewoon... dat zeggen iedereen altijd zo vaak. En dan denk ik van, ja, misschien is het wel echt heel goed. Gewoon echt niet meer op social media en zo. Maar het is ook een middel om te verspreiden wat je vindt. Ja. En misschien raak je er nog iets mee, toch? Ja, ik ben wel steeds minder... ermee aan het doen. Omdat ik merk dat ik op een gegeven moment... dan ben je een soort digitaal iemand... en een mens van vlees en bloed. En er wordt zoveel opgedeeld... en ook mensen die elkaar afvallen... en dan dit allemaal op gaan zoeken... en dan mijn hele energie gaat naar beneden. En ik denk, ja, ik vind dit veel leuker. Ja, dit is veel leuker, ja. Ja, zeker. Het is veel leuker. En alleen ik denk wel, want je zegt van... je zei heel even van... ja, maar dan ben je een heel ander iemand op... Je bent toch nog steeds hetzelfde? Nee, ja. Ik ben hetzelfde persoon. Maar ik bedoel meer van het... daar zit de... hoe noem je dat nou? De valkuil zou erin kunnen zitten... dat je heel erg daar iemand probeert te zijn... Ja, die je misschien niet in werkelijkheid bent. Ja. En bij mij zit daar niet zo superveel tussen. Nee, alleen het kan natuurlijk wel ontstaan... omdat er gewoon toch wel een scherm tussen zit. Ja, zeker. En mensen gaan ook op je reageren en allemaal... dingen vinden, nou ja, weet ik veel. Ja, van afstand en ja. Een oordeel en zo. Ja. En nog heel even over, jullie hebben dus nu samen, jij bent 1 november 2020 dus, toch? Gestopt met je werk klopt. Bij de gemeente. Ja. En toen mocht je zomaar, want Bart had de uitgeverij al, of hebben jullie die samen? Of? Nou, ik wilde al heel veel jaren lang een boek schrijven en Bart had al een boek geschreven. En toen kwam tussendoor het idee dat de brieven van Frank Rusink wel eens een boek zouden kunnen zijn. Frank en ik zijn al super lang bevriend. Ik ken hem al heel lang. Ja. En toen... toen is Bart eigenlijk samen met Frank dat eerste boek gaan maken van Hugo, ik ben ook jouw soldaat niet. En ik kon ondertussen, want mijn functie was komen te vallen. En toen kon ik een deal maken met de gemeente om uit dienst te gaan. Dus dan hadden we een soort springplank om vol het bedrijf in te stappen. En Bart die zei altijd van, ja, als jij, want ik was eerst de kostwinner. Dat hield me ook een beetje tegen om die stap te zetten. Hij zei, ja, maar schat, als jij die keus maakt, ik ga gewoon helemaal aan. En ik dacht echt, ja, het zal wel. Maar het was echt zo. En toen zijn we er gewoon vol ingesprongen. En nu hebben we allemaal heel veel mooie boeken uitgegeven. Zoals wat leuk, want hoe word je uitgever dan? Ja, we zijn er gewoon ingesprongen. We zijn eigenlijk vooral schrijver. En nu ondersteunen we eigenlijk andere schrijvers om ook een boek te maken. Dus ik heb een schrijfweek gedaan in 2016 bij Geert Kimpen en Christine Pannenbakker. En hij heeft zelf ook een concept dat heet Paris Books. En dat ken, ik weet niet of je het kent, maar dat zijn zeg maar onze collega's. En die hebben ook een concept wat heel erg de schrijver eert. En ik heb in die schrijfweek daar heel veel van geleerd. En toen dacht ik, oh, toen ik mijn boek ging schrijven, ja, maar ik vind het leukste om het zelf te doen. Nou, en toen zijn er maar gewoon ingesprongen. En er kwamen allemaal andere boeken. En we willen eigenlijk maar vertel eens, je schrijft een boek en dan? Ik bedoel, je schrijft een boek, schrijf jij nog met de hand of schrijf je op de computer? Ik heb... heel erg lang over mijn boek gedaan. En ik heb allemaal flarden op met de hand geschreven. En allemaal op de computer. En uiteindelijk, na die schrijfweek, heb ik daar een boek van gemaakt. En Bart, die heeft het vormgegeven. En we hebben het uitgegeven. Hij heeft het vormgegeven, maar dan ga je dus op de computer. Ik moet me wel eens even voorstellen hoe dat letterlijk gaat. Ja. Maar dan gaat hij dan allemaal beeldjes, weet ik veel. De voorpagina, de achterpagina, weet ik veel. En je redigeert het of zo, weet ik veel. En dan, hoe geef je iets uit? Ik bedoel, hoe gaat dat? Druk je gewoon een boek bij je een X-bedrijf? Ja, wij werken samen met een aantal vaste contactpersonen. En dan ga je het gewoon laten drukken. Ja, het klinkt nou heel plat, alsof het heel simpel is. Nou, dat is het helemaal niet. Nee, maar vertel eens, wat is het proces? Gewoon zeg maar puur technisch. Ja? Schrijf je gewoon een boek en dan heb je een inhoud. En dan ben je helemaal blij met je boek. En dan zeg je van, nou, ik wil het uitgeven. En dan ga je inderdaad redactie doen. Dan ga je het vormgeven. En dan kies je de cover. En dan kies je welke papiersoort. Dan kies je hardcover. Blablabla. Oh ja, ook nog leuk. Wil je weten, past het in de brievenbus?
e-mailadres. Want dat is gewoon nu super praktisch. Want anders zijn de verzendkosten duurder. Want we doen eigenlijk bijna alles via verzenden. En dan ga je bepalen, nou, welke oplage wil ik. En dan ga je gewoon kijken van hoeveel kost het ongeveer om te doen. En dan, dan heb je een boek. En wij zijn eigenlijk de... Wij willen heel erg eren dat de schrijver geëerd wordt in wat hij doet. Want als je zeg maar een reguliere uitgever hebt... Ja? Die pakken eigenlijk gewoon even heel oneerbiedig gezegd. Nu doe ik heel veel mensen heel erg tekort. Maar even heel platgeslagen. Jij hebt een boek geschreven. Oh, wauw, ik vind het een heel mooi boek. Ik ga erin investeren. Hier, ik pak jouw boek. Ik heb nu ook de rechten. Ik ga het uitgeven en jij krijgt nu een toelage per boek. Maar wij hebben dat eigenlijk min of meer omgekeerd. Omdat we vinden van nou, de creator blijft eigenaar van zijn of haar boek. Mm-hmm. Die mag ook het meest geëerd worden. En wij ondersteunen daarin om dat boek op de wereld te zetten. Dus we doen een stukje vormgeving. We kijken mee. We kijken naar het hele verhaal. We maken de koffer en we kiezen de papiersoort. We zijn de contactpersoon naar de drukker. En we zorgen dat het boek er is. En hoe wij werken is het wel bij elk boek iets anders, omdat elk boek heeft ook zijn eigen energie en elk schrijver is een ander persoon. En dat is eigenlijk het allerleukste, vind ik, ja, om te doen. Ja, dat lijkt me ook, ja. Maar dan blijft die auteursrecht of de boekrechten, zeg maar, die blijven bij de schrijver. Ja. En dan gaan jullie dan wat je net allemaal zei. Hmm. En dan is het boek klaar. En dan? Dan mag de wereld in. En wij werken het liefst samen met super eigenwijze klanten die hun eigen boek het beste kunnen verkopen. Maar we zijn ook wel steeds meer aan het kijken van hoe we daarin kunnen ondersteunen. Maar bijvoorbeeld Angelo Meijers, die heeft bij ons een boek uitgebracht. En die heeft heel veel lichtcirkels georganiseerd. Wat zijn lichtcirkels? Verbindingsmomenten met mensen. Hij noemt dat lichtcirkels. Maar gewoon allemaal mensen helemaal door heel Nederland. En nu doet hij dat ook in België, om elkaar te ontmoeten. Hm? En dat is voor hem een manier om dan bijvoorbeeld ook zijn boek te verkopen. Oh, ja. En we hebben een boek van Sanne Burger uitgebracht. Dat heet Broodje Corona. En die heeft, dat is een heel leuk boek trouwens, wel een aanrader. We hebben onlangs een boek uitgebracht, dat is voor de jeugd, vanaf lezers vanaf 11 jaar. Dat heet Welkom bij de familie Jansen. En die dame die wil heel graag mensen die gaan heel veel kinderen zonder ontbijt naar school. Dus die doneert dan een gedeelte van haar boek aan een goed doel. En zo hebben we hebben ondertussen wel echt best wel heel veel boeken al uitgegeven. Maar elk boek heeft gewoon zijn eigen... Zijn eigen weg ook om de wereld in te gaan, zou ik maar zeggen. En we, nou ja, je kan podcast opnemen en je kan van alles doen. En uiteindelijk vindt het de weg naar de lezers bij wie dat boek past. En ik merk zelf, ik heb weer wat meer energie ook op mijn eigen boek gezet. Dat ik het ook heel leuk vind. Om, we hebben nu thuis zo'n boekenkast met alle boeken die wij uit hebben gegeven. En er komen best wel vaak mensen bij ons. Ja, dan kun je ook gewoon een boek kopen. Dus die hele wereld is natuurlijk ook een beetje aan het veranderen. Want sommige boekhandels die gaan, ja, ik weet niet of er weer een lockdown komt, maar dan gaan ze weer dicht. Dus, en Liefdevol Rebelleren, dat wou ik nog vertellen. Die hebben Frank en Bart dus samen gemaakt. En daar hebben we er ook weer heel veel... Daar hebben we bijvoorbeeld een boekenbal voor georganiseerd toen die gelanceerd werd. Echt een boekenbal? Ja, dat hadden we toen zo genoemd. Boekenbal met een rebels randje. Ja, ook gewoon om gewoon mensen te ontmoeten. En met elkaar in verbinding te zijn. En een statement te maken dus. Ja, en ook dat stukje van, van de liefde en de rebellie. Dat is gewoon een mooie combinatie. En nu vergeet ik ook nog een aantal boeken. We hebben ook nog Doe Even Rustig. En nou ja, we hebben op... Vast. Ik bedoel, het is hier ook niet om reclame te maken. Nee, nee. Nee, maar het ging mij er even om van hoe kan je... Hè, want jullie hebben dus eigenlijk... Je hebt je baan opgezegd. Je hebt daar wat geld mee gekregen. Hè, waarschijnlijk van een afvloerregeling, zeg maar, of zo. Of weet ik veel wat. En dan ga je daarmee beginnen. Mm. En dan, je zegt al in diepe gesprongen. Je wist er eigenlijk dus helemaal niks van. Tenminste, dat... Bart had dus zijn eigen boek al gemaakt en uitgegeven. Ja? Dat was Geen Cabaretier. Dat gaat over Leon van der Zanden. En dat was min of meer een uitprobeersel. Dat was zijn laatste tournee. En Bart was zijn tourmanager. En hij had zoiets van, ik vind het leuk om die laatste tournee vast te leggen. En als het heel erg leuk wordt, dan wordt het een boek. En als het gewoon niet lukt, dan heb ik een leuk cadeautje voor Leon. Ja. En dat is uiteindelijk, dat is het eerste boek wat we in eigen beheer hebben uitgegeven. En toen ontdekten we eigenlijk van, oh ja, dit is iets, Bart kan dat gewoon heel goed. Die is echt goed in mooie boeken maken. Ja. En ik wilde al heel lang zelf een boek schrijven. Ja. En toen kwam tussendoor die van Frank. En toen zijn we dat gewoon gaan doen. Ja, en dat is dus echt wel een weg geweest van ontdekken en experimenteren. En, en ik merk dat ik het makkelijk vind om echt naar de creatie te kijken. En naar de schrijver. En van wat past daar dan bij? En dan komen er bij mij 3.000.000 ideeën wat je daar allemaal mee kan. Dat is een beetje wat ik leuk vind. En waar ik dan nu ingesprongen ben. En hoe we daarin samenwerken.
Dus dat is hartstikke leuk. Hey, en dan stel die boeken, die worden, ik zeg maar wat, kun je oplagen noemen? Dat Liefde voor Rebelleren bijvoorbeeld. Wat is dan de oplage de eerste keer? De eerste keer, die was wel vrij hoog. Er waren 3000 boeken, geloof ik. Ja, en dan worden die verkocht voor 20 euro of zo, ik weet niet. Liefde voor Rebelleren is 14,50. Die hebben wat, hoop ik dat ik het goed zeg. Anders moet je het eruit knippen. Ja. Volgens mij wel, ja. Nou, maar mijn boek, mijn roman is bijvoorbeeld... Vergissen is ook menselijk. Ja, hè? Dat dus, is zo, Mark. Moet je zelf maar even over nadenken. Nee, maar mijn boek kost bijvoorbeeld 20 euro. En het zit zo ongeveer tussen de 15 tot 20 euro. En we hebben ook nog voor De Boom in met je Idealen bijvoorbeeld. Dat is een heel klein boekje. En die is dan 12,50. En dan heeft ze gedaan dat je er dan 2 voor 15 euro kan. En dat heeft ze bewust gedaan. Omdat we hebben wel allemaal betekenisvolle boeken. En eigenlijk willen we ook heel graag dat je middels een boek de elephant in the room, zeg maar, plek kan geven. Precies. We hebben nu bijvoorbeeld Peter in Wonderland. Dat is een ex-burgemeester. Die noemt zichzelf van burgemeester naar complotdenker. Dat is een heel klein boekje met een wonderlijk verhaal. Ja, is dat een burgemeester uit Brabant of niet? België. Oh, okay. Nee, want er was in Brabant een burgemeester, helemaal aan het begin van de coronacrisis. En die zei, nou, hier ga ik niet aan meedoen. Ik ga hier niet op handhaven. Ja. En ik sta er helemaal niet achter. Dat is waar, ja. Ja, maar die was waar is die gebleven? Opeens verdwenen, was die. Ja. En toen dacht ik van, hey, maar zou die dan geen burgemeester... Ik kon ook niet meer terugvinden hoe die ook weer heette. En ik dacht ook van, nou, nergens is die verschenen. Bij Blackbox niet of zo toen. Hè, want dat was is waar, ja. Zo. Ja, dus ik dacht heel even van, zou dat hem zijn? Nee. Dus een oproep als iemand nog weet welke burgemeester dat is. In Brabant dus ergens die in het begin van... Ja, dat klopt, ja. Zei van, dit is niks. We gaan een beetje afronden. Ja, is helemaal goed. Heb ik nou jouw vraag beantwoord? Ja. Ik zat nog... eigenlijk in feite, want dat is een beetje samengevat... heb ik het idee dat eigenlijk je kunt zeggen van... nou, ik ben nu een uitgever, want ik ga boeken uitgeven voor een ander. En daar investeer je dus in het maken en zo, denk ik. En de vormgeving en het advies en weet ik wat. En dan gaat dat boek verkocht worden. Maar de auteursrechten blijven bij diegene. En dan, maar dan krijgen jullie natuurlijk ook een deel van de opbrengst. Ja, en eigenlijk, we maken gewoon afspraken per boek. En je hebt gewoon, als je aan de voorkant meer investeert... dan hoef je aan de andere achterkant minder over te houden... en dan kan er meer naar de schrijver. En anders is het andersom. Dus het is gewoon, we zijn gewoon aan het ondernemen eigenlijk. Ja, precies. En uitgeven heeft een beetje het beeld van... maar we hebben het specifiek elk uitgevers genoemd... omdat elk is een ander woord voor Eland, hoe onze zoon heet. En Bart is weer gaan schrijven toen onze zoon werd geboren. Maar ook omdat de elk staat voor vanuit vreugde delen. En ook omdat het is van elk uitgever... van je bent eigenlijk je eigen uitgever. Ja, precies. En wij ondersteunen daaraan. Dus dat is een beetje het hele idee erachter. Nu lijkt het toch bijna een reclamespot, maar dat was niet de bedoeling. Oh, nou, nu vind ik dat nu niet zo. Want ik bedoel, je kunt je gewoon je naam toch uitleggen. En heb jij nog een boodschap ter afsluiting aan de mensheid? De true colors. Laat je ware kleuren zien. En geniet ook van elkaars kleuren. En zorg dat je samen weer regenboog bent. Nou, dat klinkt een beetje heel... hoe noem je dat? Paradijselijk. Maar ik geloof wel dat de sleutel is om met elkaar samen te leven. En ieder heeft zijn eigen motivatie om wat dan ook te doen en welke keuzes je maakt. Maar blijf elkaar vooral zien en horen en voelen en van elkaar ook genieten om er iets moois van te maken. Dat zou ik wel willen zeggen. Nou, dankjewel. Ja. Indira van Tongelo, dankjewel voor je komst naar Mooie Mensen en naar Kampen en naar deze erker. Hè? Ja. Dankjewel dat je te gast was. Mm-hmm. Volgende week dan, dit was Mooie Mensen van vandaag. Volgende week dan heb ik een andere gast. En ik snap dat nooit zo goed van mezelf, maar weet ik nu even niet meer hoe ze heet. Echt zo stom. Maar goed, dat komt helemaal goed. Ik zal het er even bij zetten. Ik krijg er ook een kleur van, maar zo heb je dat soms. En ze speelt in ieder geval trommel, terwijl wij op zo'n hele grote troms als wij demonstreren. En dan kan ze heel goed. Petra Koopmans? Nee. Ik, sorry. Zo stom. Nee, maakt niet uit. ik ga het eronder zetten wie
jullie volgende week Jenny Steenbekkers. Ja, dat is het. Oh. Volgende week heb ik Jenny Steenbekkers te gast. En het leuke daarvan is dat ik haar een keer gewoon zomaar naast haar kwam te lopen in de demonstratie. En ik praatte gewoon wat met haar en zo. En even later, toen een week erop, andere demonstratie. Ik kwam ze opeens met zo'n hele grote trommel voorbij. En echt met zo'n hele grote groep, weet je wel. Ja. En dat klonk gewoon heel erg gaaf. Dus Jenny Steenbekkers komt volgende week bij mij hier in Kampen. Sluiten we het hiermee af. Dank jullie wel voor het luisteren en kijken. En tot de volgende week. Doei! Doei!